Zo. Morgen. Het is 5 uur. Autootjes volgepakt. Zoals je kan horen is mijn dochter al wakker. Alsof ze het wist dat we weggingen. Dat heb ik zelf ook altijd. Ik word 1 minuut wakker voor de wekker. En kijk, daar is Lorelei. Papa! Ja! En we gaan eventjes 5 uurtjes knallen met de auto. We hoeven maar naar Noord-Frankrijk, vlakbij Parijs. Het is weer tijd voor een nieuw avontuurtje. Samen met het gezin. Weekje naar Betaalwater. Mooi huisje aan het water. Jullie zullen straks zien waar we zitten. Vanmorgen. Was jij zo vroeg wakker? Ja. En waarom? Waar gaan we naartoe? Vakanties. We gaan op vakantie. Ja. Gaan we karpen vissen? Ja. En zwemmen? Ja. We hebben een mooi huisje aan het water. Ja. Kom, gaan we eerst even koffie drinken voordat we gaan, ja? Ook is het vol. Ook de koffie zit vol. Kom. Kom. Zo, we zijn inmiddels aangekomen. Toen we aankwamen heeft de eigenaar het hele complex even laten zien. Heb ik even wat beelden geschoten samen met Bas. Het zijn 5 meren en sommige meren hebben dus een huisje. Zoals je op de achtergrond kan zien hebben wij dus ook een leuk huisje. Ik ben dus met mijn vrouw en dochter en ik heb mijn schoonouders bij me. Hartstikke gezellig. Lekker een mooi huisje aan het water. Gewoon lekker een weekje genieten. Een beetje vissen. En zoals je ook al hoort op de achtergrond, mijn dochter fantastisch naar de zin. We hebben even een badje vol laten lopen met water. En ondertussen ben ik even een beetje spulletjes aan het klaarmaken. Een beetje het water uitpeilen zo. Er lag een boot die ik kon gebruiken. Scheelt ook weer een hoop ruimte in de auto. Ja, het is wel een flinke boot. Elektromotortje erop. Eigenlijk voor alleen voor het geval dat de vis zich vastzwemt, want er zijn wel wat obstakels. Alle wateren hebben wel een beetje takken in het water en er kunnen mogelijk obstakels onder water aanwezig zijn ook. Dus het bootje wordt verplicht straks. Maar je kan al zien op de achtergrond overhangende takken. Ja, ik heb net die vis er gewoon tussen zien liggen. Het complex is redelijk nieuw, dus de vissen zitten er nu eigenlijk pas een jaar op. En het gaat volgend jaar pas open. En wij mogen er gewoon al vissen en het bestand is echt gruwelijk joh. Dus elk water bevat eigenlijk wel 25 kilo plus vissen, tot 30 kilo zelfs. En op dit water zitten er een paar honderd vissen. Op elk water zit wel een goed bestand. Op sommige wateren zitten ramvol met kooi en de grote karpers. Dus dat is hartstikke leuk. Kijk, subbordje. Vond mevrouw ook leuk. Dus nu even het aas klaarmaken. Ik denk niet dat ik gelijk ga vissen. Misschien 1 hengeltje gewoon even tegen de takjes aan of zo. Eerst eens even een mooie voerplek maken. Het is inmiddels pleuris heet geworden, zoals je kan zien. En we gaan even lekker een weekje genieten. Thank you.
karpers zijn een boompjes. Liggen de karpers liggen daar onder de boompjes, hè? Ja. Ja, daar vinden ze, daar voelen ze zich veilig. Ja. En wat gaan we nu doen? Lekker kijken. En de karpers een beetje bolies geven. Ja. Ja, kijken of ze alvast gaan eten. Ja. Ja. Kijk, Django ook. Ja. Kom maar, gaan we karpers eten geven. Ja. Kan het dus natuurlijk niet laten. Help mij. Ik wilde eigenlijk de eerste dag rustig aan doen. Maar ja, ik zit hier een paar struiken links van het huisje. En er liggen echt een paar goede mooie vissen tussen. En een dikke kooi. Dus ja. Ik ga gewoon even een emmertje voer erin gooien. Misschien dat we vanavond wel eentje kunnen prikken of morgen vroeg. Maar mijn dochter wil ook graag de karpers zien. Dus kom Lor, dan gaan we kijken bij de karpers. Je moet wel stil zijn, hè? Anders gaan de karpers weg. Kom maar, zachtjes lopen. Zachtjes lopen. Kijk. Hier zo. Ik ga eerst even snel filmen, zodat we ze kunnen zien. Ik weet niet of je het goed ziet met de GoPro. Maar als we goed kijken met de GoPro, dan zijn we een beetje stil. Natuurlijk, nu zie je ze natuurlijk niet. Maar je ziet hier onder de takken. Ja, hier gaat een goede vis. Daar gaat er al eentje. Er zitten gewoon een paar vissen hier onder die takken. Dus die gaan we eventjes rustig aanvoeren. Kijk, hier komt er eentje. Daar zo. Kijk maar, Lor. Daar is de kar. Ja, even wachten. Eerst kijken. Niet gelijk bolies op zijn hoofd gooien. En dan is hij weg natuurlijk. Ja. Welkom bij Koken met Karpervissers. Nee, even zonder dollar. Ik ben even mijn aas aan het bereiden. Vandaag is rood, de kleur van het aas. Niet alleen ben ik zelf aardig rood geworden op deze eerste dag, keihard verbrand natuurlijk. Hoe ga ik het aanpakken? De red spice bolies. Ja, hier heb ik eigenlijk blind vertrouwen in. 15 en 20 mm. Kleine Robin Red pellets. Hennep met mais. En ik ga aan de slag met de naturals. Ik start met deze. En eerst een voerstek maken. Ik ga één hengeltje misschien toch even bij de bosjes vissen waar ik net wat karpers heb gespot en ook al wat gevoerd heb. Ik ga eerst een flinke voerstrook aanmaken aan de overkant en dan ga ik morgen vissen. Voeren! Deze subbord zien ze jou niet echt als een bedreiging. Kijk, je ziet de vissen gewoon gaan. Er zitten een paar goede vissen op, toch wel. Kijk eens, hier. Kijk eens, mooie spiegel. Hier nog een klein spiegeltje. Eerste dag op een nieuw water, 25 kilo, na een paar uurtjes al, fantastisch. Oh, dat is je. Brute shit. Zo Lor, gaan we even de hengels uitgooien? Ja. Ja? We hebben nu een dagje lekker gezwommen en gevaren en lekker, nu mag papa vissen. Papa heeft lekker goed voorgevoerd. We hebben de karpers gezien in de takken. Hè? Ja. En dan gaan we nu eventjes twee hengeltjes uitvaren met de grote boot. En de rest doen we gewoon met de kleine voerboot. Want deze moeten wel heel goed liggen, hè, bij die takken. Ja. Pa, dat is bolies, hè? Ja, blijf maar af, want er ligt ook een haakje tussen. Kijk maar, dit is met een haakje. Ja. Met nepmais. Nepmais? Nepmais, ja. Oké. Dan gaan we er naar de karpers toe, ja? Zo, na die mooie vis van vanmiddag besloot daar ook mijn hengels maar even in te gooien. Net op het subbord kon ik die vis echt goed zien. Even goed aangevoerd. En
Windje staat vol hier deze kant op, dus ik heb er nu wel even vertrouwen in. Voor het eerst dat ik eigenlijk echt ga vissen na 24 uur. Dus eerst even bijkomen van de reis en even quality time met het gezin doorbrengen. Nu gaat er gevist worden. De hengels liggen in. Let's go. Even chaos, net helaas een vis gelost, lijnbreuk, gelukkig met een visveilig systeem. En terwijl ik een andere hengel aan het uitvaren was, de boot was nog niet terug en hij ging al af. Die ligt in de sling, kilootje of 13, 14. En nu zit er wat groters aan. Hij ging weer af. Ik moet hem even blokken voor de takken daar. Ja, daar komt hij. Even blokken. Er zitten heel veel takken daar. En dat weet hij. Shit, daar gaat er heen. Niks doen, rustig blijven. Ja, hij is eruit. Even concentreren op de bril. Hier komt mijn schoonvader, kom maar naast de boot. Kom maar in de boot, Marus. En je weet het, als ik ja zeg, als die kop boven water is, ik zeg ja, dan moet je scheppen. Maar dan moet je hem er echt eronder steken, hè. De ondersteken. Komt ie. Dat is mooi, hè? Ah, spiegel. Beetje hetzelfde formaat. Rustig maar, rustig maar. Ik weet, hè, kop boven water. En als ik ja zeg, doen. Ja. Eronder door en naar boven zachtjes. Goed zo, niks meer doen. Laatste idee. Vis nummer 2. Tenminste, karper nummer 2. Graskarper, tel die mee. Zo. Dit was de eerste van de twee. Leuke hooggebouwde spiegel. Oersterk. Super gaaf. Ik zal nu die andere gelijk laten zien. Deze gaan we gelijk zwemmen. Dit was nummer 2. Het lijkt wel zijn broer. Dit was nummer 2. Mag dat, papa? Ja. Kom maar even naast papa staan, aan deze kant. Ja? Ja? Dit was nummer 2. En het lijkt wel het broertje van die ander. Mooi, hallo, hè? Wat is dat nou? Zou het zijn, kilootje? Het is 12 en 14. Het is best wel massief en dik. Kijken of we ook wat grotere kunnen vangen. Nou ja. Zo, dat is me wel een avondje. Een paar uur gevist en aardig, eigenlijk al flink wat actie gehad. Op alle vier de hengels. Graskarper gevangen. Eén vis gelost. Dus een losschieter. Toen nog een losschieter. Meteen systeem aangepast van een short curve naar een lange curve haak. Even wat meer grip. Van haak maak je 6 naar haak maak je 4. Sindsdien niks meer verspild eigenlijk. Voor leuke vissen gevangen, allemaal een kilootje of 12, 13. Misschien 14 zelfs, maar ik heb ze eigenlijk niet gelogen. Het was een beetje chaos. Meerdere hengels eruit. En, een kind die eigenlijk naar bed moest, maar toch even moest kijken naar papa, want papa had een karper. En nu leggen alle hengels weer in. Ik weet niet of ik het hele nacht ga vissen, want ik ben aardig gesloopt. Maar als je al een paar leuke vissen hebt gevangen, kun je prima nog een nachtje slapen. Misschien morgenochtend nog een paar uurtjes vissen. Overdag wat leuks doen met de familie. We gaan eens kijken of we nog wat actie kunnen krijgen de komende uren. Het is in ieder geval veel lijnzwemmers, maar ik denk ook witvis. Ja? Want ja, als er gaat, dan gaat hij. Als er karper aan zit, merk je dat gauw genoeg natuurlijk. Ja.
kleintje, die gaat gelijk terug. Toch even actie. Zo, besloten toch maar niet de nacht door te gaan vissen, want intussen heb ik alweer een paar bijgevangen. En een paar kleintjes, nu weer een leuke vis tussen. Zal hem even laten zien. Mooie vis. Ook weer kort, dik, hoog. Vol met energie, joh. Ik vang alles op een halve bolie met een nepmaisje erop of alleen met nepmais. En deze had ik op een 20 mm bolie. Ik ga je laten zien. Even rustig geworden. Nee, nee. We zijn weer aan het vissen. Het is 5:30. Het begint een klein beetje licht te worden. Gisteravond om 11:30 de hengels ingehaald. Ik vond het prima geweest na 7 vissen. Lekker een paar uurtjes geslapen. Nu liggen er weer 2 hengels in. De andere 2 hengels moet ik nog even nieuwe rigs maken. Beetje bewolkt vandaag. De natuur is al wakker. Heeft de karpers ook nog aan het azen zijn. Ik zie wel een en ander springen, dus ze zijn nog steeds actief. 2 hengels liggen in. We gaan het zien. Zo, jij was behoorlijk sterk. Maar zo groot ben je niet. Waar komt de piepje vandaan? Zo. Deze had ik vanmorgen. Kom hier staan. Nou, deze had ik vanmorgen. Vanmorgen had ik er maar eentje. Dat is een baarddraad. Ja. Ik heb nu de hengels ingehaald. We gaan even wat leuks doen vandaag. Grote mond, hè? Het is geen grote, maar wat een vechtersbasie. Lang. Mooie vissen. Ja. Ja. Ze zijn mooie oogjes. Mooie oogjes. Oh. Ik kan niet bij. Maak maar foto's. Ga maar even naar mama, naar oma. Kom maar, Lorelei, papa maakt een grapje. Kom maar, hij kan niet happen. Kijken. Het regent buiten, hè? We moeten weer in het huisje zitten. Ja.
Ja, en wat gaan we vandaag doen? De prins. Naar de prins. Gaan we naar het kasteel kijken? Fishing time. Dagje weg geweest met de familie. En het voer lekker zijn werk laten doen. Kijken of we nu wat grotere vissen kunnen vangen. De hengel is iets anders gepositioneerd. Wat hoger. Zodat ik wat meer die kromming van mijn hengel kan gebruiken voor de aanbeten. Ik moet ze toch echt weghouden bij die takken. En precies in het midden. Als ik beet heb, dan kan ik hier zo continu naar achter toe lopen. Om de vis weg te houden bij dat vakel. Tot nu toe nog geen vis verloren in de obstakels. Wel al één keer dat ik goed vast zat, maar niet met de aanbeet. En ik heb wat plekjes gevonden waar het redelijk vrij is. En links en rechts zijn wel takken. En als het wat donkerder wordt, zal ik ook iets verder vanaf vissen. Dat is wat veiliger. Dit is één stek, waar is een mooi plaatje van 2 meter. Dat is echt ruim van de takken af. En bij 2 andere stekken zit ik echt op 1,5 meter tussen de takken. Maar die gaan wel af. Fishing time, we gaan de hengels uitgooien. Staat die aan? Ja. Oké, okay, dan gaan we vissen. Nog een keer? Zo, gaan we draaien. Zo, even nog mooi. En kijken naar het water. Ja, dat gaat goed. Nee. Ja, dat gaat goed. Wat takken weggehaald om zeker te weten dat ik veilig kan vissen. En we gaan weer lekker vissen. Deze ga ik wat verder wegleggen van de takken af. Op 1 meter of 2.
schoner hier zo. En takken vrij. Pokka. Shit. Kijk, je zag gewoon karpen op het voer zitten van Tom. Hoppakee. En we zijn weer aan het vissen. Ik denk dat ik een kwartiertje in lag. En dan gaat het weer. Dit was de eerste hengel die ik uitlegde. Gaat er weer af. Ik denk graskarpen. Misschien hoe die zich gedraagt. Ja. Graskarper. Kutbeesten. Stressvis. Jezus, wat een boomstam weer. Ja, leg hem maar neer, maar als ik schep hem zelf, want anders beukt hij er door doorheen. Aan mijn linkerkant. Daarom. Moet je kijken aan een biels. Denk een graskarper van 21 kilo over een meter. Ik heb zo'n hekel aan die beesten, maar moet je kijken aan een beuker. Dit is... Hier aan. Ja, dit beuk hem zo dwars door je net heen. Nou, we gaan eens eventjes onthaken die biels. Jezus, zo'n ding joh. Ja, dan vang je wat. Ja, ja. En dan vang je dus een 20 kilo graskarper. En dit had ik al uitgelegd. Die gaan er vandoor als een malle. Nou, dat was een 20 kilo graskarper. Lekker. Het is inmiddels dag 4, visdag 3. Jullie konden net zien dat ik meteen 5 minuten na, misschien overdreven, zeg maar een kwartiertje na het uitvaren, een unit van een graskarper had. En ik ben echt geen fan van graskarpers. Hè. Die Japanse stressvissen. Maar als het natuurlijk zo'n monster is, dan sta je toch wel even te kijken. 20,7 kilogram over een meter. Ja, ik hou er ook niet van om dat dan op een onthaakmat te doen, want die beesten kunnen maar lijp worden. Ik denk, ik doe het gewoon in het water. Ik heb niet eens kans gekregen om een foto te maken. Daar ging er meteen vandoor. Hengeltjes liggen weer in. Zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik ze geplaatst met de boot. Om zeker te zijn dat ze goed leggen. Gisteren had ik van de 3 hengels dat er toch 2 een takje aan de haak zat. Ja, dan zit je dus voor jou lul te vissen. Gisteren hadden we 2 vissen. Vandaag verder de rest van de dag niet gevist. Het was echt bloedheet. We hebben lekker gezwommen, een beetje gesupt. Op het water met zijn subboard. En lekker genoten van het weer. Het is nu bijna 9 uur en we zitten weer lekker te vissen. Ik vis nu wel wat langer door. Ik ben goed uitgerust, dus ik ga toch even tot ergens in de nacht vissen. Het is een fantastisch mooie avond. Zoals jullie kunnen zien. Het is windstil, bloedheet. En dit schijnt het weerbeeld te zijn voor de komende dagen. Vis is wel actief. Je ziet ze er achterin ook helemaal springen. En... Net als de vorige avonden begint het met springen achterin en daarna komen ze een beetje hierheen zwemmen langs de overkant en dan ga je aan weten krijgen. We gaan het zien, ik hoop jullie zo weer een mooie vis kunnen laten zien. Linkerhengel. Is er 1 keer afgegaan de afgelopen dagen. Dat was echt een hele goede vis. Die loste ik in de takken. Had een lijnbreuk. En nu gaat die weer af. Na een paar dagen niks gehad hebben op die hengel. Ik zie daar elke keer wel een dikke vis onder die takken liggen. Dus ik ben stug door gaan vissen. En nu gaat hij af. Het voelt goed. Heel goed zelfs. Ik raakte hem daar, hij zit nu hier.
Vissen zijn zo sterk hier, hoor. Je denkt dat je er een mega bak aan hebt zitten. Maar ik schat een 15 kilo of zo. Misschien nog niet eens. Nou, het is groter dan ik verwacht had. Ik schat hem op 18, 19 kilo. Wat een beuker. Hier is zeker welkom, nou, want vissen van allemaal 11, 12, 13 kilo. Deze beuker ertussen. Net voor het donker. Ah, die zijn we blij mee. Daarvoor rijden naar Frankrijk. Oh. Ja. Proost. Ah, dit is toch genieten zo. Goedemorgen. We zijn weer aan het vissen. Het is 6:00 in de ochtend. Gisteravond om 12:30 gaan slapen. Het bleef bij die twee vissen. Hengels liggen weer in. We zijn weer aan het vissen, jongens. Het kan weer gebeuren. Prachtig mooie ochtend. IJsvogels zijn er wakker. Kijk of de karpers ook wakker zijn. Kut man, die vis loste Nick. Haak schoot uit zijn bek. Was gewoon rustig aan drillen. Vis ging langzaam naar rechts zeilen. Onder die andere hengels door. En ik denk, poenk. Shit kan gebeuren. De vorige vissen waren allemaal redelijk wild. Deze vis bleef rustig, bleef diep. Shit, het had best een grote kunnen zijn. Nou, dit zijn de rigs die ik hier gebruikte. Een Curve Shank X of een Wide Gape X haak. Met erop een 15 mm bolie. Als een soort van snowman. Of drie nep maiskorreltjes. En die staan dan eigenlijk zo op de curve, op de bocht van de haak. Het is een soort van multirig met een stijf gedeelte en een soepel gedeelte. Met een klein loodje erop. En dit is eigenlijk één grote lus. Voordeel hiervan is, dus net als de multirig, is dat als de haak bot is, bijvoorbeeld na een vis, kan je gewoon de haak vervangen. Hoef je niet de hele rig opnieuw te knopen. En eigenlijk vang ik alle vissen op deze manier. Als onderlijnmateriaal gebruik ik de Kamatex Stiff of de Kamatex Tungsten. En de Curve Shank X en de Wide Gape X Beaked haken. Nou, dit viste ik dan gewoon op een vast loodsysteem of op een helikoptermontage. 50 pond snack leader erop. Om zeker te weten dat die laatste paar meters goed beschermd zijn. That's it. Wat zeg je dan? De karper. De karper? Ja, de karpers zijn in het water. En één karper heeft papa in de lijn gehad. Maar die schoot het haakje eruit. Dat kan gebeuren hoor. Gisteravond heeft papa wel een grote karper gevangen. Hè? Die heb jij niet gezien, toen lag jij al te slapen. Papa had een hele grote graskarper. Dat beest werd helemaal lijp. Die ging zo... Papa laat straks een filmpje zien, ja? Heb jij lekker geslapen? Ja. Dat is de voerboot, lieverd. Ja, een bolie. Nou, leg maar terug, want er zitten ook haakjes bij, liefje. Ja. Haakjes zijn scherp, hè? Dat wil je niet. Wat wil je vandaag doen? Wat wil je vandaag doen, liever? Zeg, Loor, wat wil je vandaag doen? Wil je vandaag zwemmen? Ben je een beetje gek? Ja. Vroeger is een beetje gek, hè? Ja.
Ja. Ja? Heb je dat van je vader of van je moeder? Vader en moeder. Ja, van je vader en moeder, hè? 50-50. Zo, het is vandaag echt fucking heet, weet je. Het is denk ik 31 graden of zo. Morgen heb ik ze ingehaald. Het bleef bij die ene vis die ik haakte onder de bomen en die ik helaas loste. Haakschoot eruit, ja, shit happens. Vandaag een beetje gechilled met familie. En samen met Bas en zijn gezin even gevaren. Ja, en alle huisjes zijn voorzien van een barbecue. En als het 30 graden is, ja, dan moeten we natuurlijk wel even barbecuen. Ik heb hem ondertussen mooi aangekregen, staat lekker te knetteren hier. Pilsje erbij, Bas komt er zo aan. Gaan we even lekker vleesje eten. En als het maagje gevuld is, gaan de hengels weer uit. Dan zie ik jullie terug. Terwijl ik wat lekkers aan het klaarmaken ben voor de innerlijke mens, ben ik hier ook wat lekkers aan het klaarmaken voor de volgende visronde. Ondertussen heb ik er denk ik al iets van 15 kilo voer doorheen gejaagd, maar dit is weer voorlopig een kilo of 7. Naturals bloedworm, 15 mm red spice, hennep, pellets, Robin Red pellets en blikmais, altijd goed. Tot nu toe vind je eigenlijk 50% met mais, 50% met bolies. En nu ga ik iets meer overschakelen op de bolies. We zitten inmiddels op dag 4, dus de vissen zitten al goed op de bollen. Maar één hengeltje op de blikmais met wat nepmaisjes erbij werkt altijd goed. Inmiddels zijn de naturals ontdooid. Zoals je kan zien, de bloedworm. Ja, dat is prachtig. Mengen zo. Eerst even jezelf een hapje eten. En dan gaan we weer de hengels uitvaren. Maar eerst gaan we natuurlijk zelf wat lekkers maken. Bassie en zijn vrouw zijn op bezoek. Het is toch ideaal gewoon, als je een barbecue bij het huisje hebt. Hop, vlees erop en haan. Nou Peter. Nou, een hapje vlees zit erin. Het is tijd om de hengels uit te gooien, jongens. Het is nog steeds een graadje of 30. Maar gisteren liep het ook meteen af, dus we gaan eens eventjes de hengels uitvaren. Hallo mevrouw. Wat gaat papa doen? Bootje varen. Hé, hey, Elia. Wat gaat opa Peter doen? Gaat die vissen vangen? In de boot. Zo, hengels liggen in. Gelijk bloedheet. Maar goed, ze liggen alle vier in. Ze liggen porno. Dus laat ze maar komen. Gaan wij een bakje koffie doen met een lekker drankje, Bassie. Goed plan. Ja. Peter loopt naar voren en naar achter om de vissen uit de obstakels te krijgen. Een perfecte techniek die echt heel goed werkt wanneer je loodrecht op de obstakels vist. Oh, dat ging. Perfect haar. Kijk eens in het midden in het onderbekkie. Ja, kijk eens. Nu, wat moet ik dat doen? Alle Jezus. Nou, na een gezellige avond barbecue de hengels uitgegooid.
fantastisch mooie grote vis erop. 23,5 kilo. Daar doen we het voor. Ik zal hem eens even laten zien. Als hij zich rustig houdt, want hij is toch best wel wild. Kijk eens om de unit, jongens. Als hij weer wil doen, als hij wil doet, laat ik hem vangen. Vang ik hem op aan mijn onderarmen. Fantastisch. Kijk wel een baas. Wat een vis. Zo. De vinnetjes. Kijk eens wat een monster. Kijk of er nog zo'n mooie vis kunnen vangen. 23,5 kilo. Je mag weer zwemmen. Daar gaat ie. Mooie stokjes, die fokjes. Ja, ik heb een torenrots. Dan kan je op 8 en op 10 voet zitten. Er zit nog best wel power in, dat is een stokje. Die voorslag snelt er overheen. Ja, dan weet je dat je er bent, hè? Maar met een graskrapper ben je er nooit. Ja, hij is nog lang niet uitgevoerd. Ja, maar! Zo! Dat heb je niet op film. Wat die dwars zo schendend heet. Oh, hij zit er nu een. Wat een lul, joh. Ik weet dat dat gebeurt met een gaskarper. Okay. Ja, er staat een filmer, Bas. Die gaat in de bloopers. Ben je hem kwijt? Nee, ik heb hem nog. Ja, hij zit er nog doorheen. Kijk. Dit was de schepnetsteel van schepnet nummer 2. Schepnet nummer 1 is die dwars doorheen gegaan. Ja, dat weet je met graskarpers. Maar goed, dat kan gebeuren. Daar hebben we Bassie. Bassie, wat heb jij nou? Nou, ik had een heerlijke barbecue en de toetjes smaakt naar meer. 23 kilo van Peet. Hier zit een hele forse graskarper in, dus die gaan we even wegen als we hem onthaakt hebben. Prachtig. Gaat het onthaken lukken, Bas, of heb je hulp nodig? Ja, we doen ons best. Dat komt wel goed. Nou, jullie hebben op de grill kunnen zien hoe los het ging. Het was een klein beetje chaos. Moet ik anders de mat pakken dat hem daar onthaken? Het zal wel gaan. Het zal niet gaan. Fucking hell. Lekker passie. Heerlijk. Waar is de gaskoper? Volgens mij ging die daarheen. Hé, hey, mijn Bas. Heb je hem wel onthaakt? Echt genoten. Oh, je hebt hem wel onthaakt? Oh, ja, wat een held ben je ook. Keurig onthaakt. Genoten.
voeren. Hier gaan we namelijk vanavond vissen. Vanuit dat huisje. Het is hier wel één grote takkenbende. Ja, daar houden karpers wel van. Zo, fishing time. Nou, waar ik voorgaande dagen zei dat het bloedheet was, was het nu echt bloedheet. Het was 35 graden vandaag. Niet echt een dag om te vissen. Ook niet echt weer om te verkassen, maar dat heb ik wel gedaan. Alle spullen opgeruimd aan het ene water. Verkast naar het andere water. Dit is het huisje waar Bas eerst zat met zijn vrouw en kind. Bas is weg. Ik heb het overgenomen om dat huisje. Het is namelijk een ander water. En op het meer waar ik zat, Palmeer, daar had ik goed gevangen. Afgesloten met een grote spiegel. Dus nu ga ik naar dit water. En achter mij kunnen jullie echt een fantastisch mooi water zien. En waarschijnlijk zie je het nu niet door het zonlicht. Vanmiddag alvast wat stekken aangevoerd. En eigenlijk een beetje binnen gezeten bij de airco. Lekker gezwommen in het badje met mijn dochter. En nu gaan de hengels uit. De kleine gaat naar bed zo. Nou, dus even alle hengels positioneren. Ik denk dat ik een nachtje ga vissen. Twee hengels zijn obstakelvrij, twee hengels vol in de obstakels. Dus vannacht zal ik dan waarschijnlijk met twee hengels verder vissen. Of degene die obstakelhengels zal ik wat meer naar dieper toe leggen. Maar dan kan ik gewoon op de slaapbank liggen in het huisje. En nee, dan heeft de familie ook geen last van mij. Ah, het ziet er fantastisch mooi uit, jongens. Hier zitten dus meer beschupte vissen. Ook grotere vissen. Tot 26, 28 kilo zwemt er al. We gaan het zien. Zien jullie zo. Die twee liggen in. Deze had ik al uitgevaren met de voerboot. Die ligt gewoon op de kop van het eiland. Gaat het daarna naar beneden, leg ik eigenlijk op het talutje. Rand van het talut. Ja, die ligt redelijk veilig eigenlijk. Als die runt, dan kan die runnen. Deze laatste hengel ga ik met de voerboot doen. Die wil ik namelijk daar. Op het tweede eiland zie je zo'n mooie boom met een boog. Daar wil ik hem eigenlijk neerleggen. Maar ik wil dat niet met de boot doen, want dan ga ik eigenlijk te dicht bij die andere stek. En dan kan ze ook het hele zooi verstoren. Ik ben er al geweest vandaag. Het ziet er allemaal schoon uit. Dus met de voerboot zie ik toch ook elk takje met die Raymarine Whitefish. Dus ik kan hem daar wel veilig neerleggen. Zo'n mooiertje. Niet een hele grote vis. Ik denk een pondje of 12, 13. Maar we zagen hem scharrelen. Even een tjotje erbij. Hartstikke idee. Deze gaat gauw terug. Het is een beetje chaotisch, jongens. Ik heb er twee in de sling liggen. Eén in het schepnet. Nou, dan moet deze niet achter het eiland gaan, want mijn schepnet, er zit een vis in. Er ligt daar nog een schepnet, dat kan eventueel wel. Een beetje chaos. Wel wat kleinere vissen. Eentje van een kilo of 11, eentje van een kilo of 10. En eentje van 19 kilo. Het is inmiddels
Bijna 6 uur, het begint licht te worden. Oh, los de vis. Nou ja, keer gebeuren. Dat is 88. Jammer, het was geen grote. Maar wel zonde. Nu al? Hij ligt net in, hè? Hoe boot ze nog niet eens terug? Wat is dit nou? Ja hoor. Ja joh. Dat moet niet gekker worden. Voerboot is er nog. We gaan even over op GoPro-modus. Dit is die vis van de net. Het is geen grote vis, maar een klein dikkertje. Daar zit een 19 kilo vis in de sling en een wat kleinere vis. Daar zit nog een vis in het net. Die gaan we eerst even ontwaken. Ik heb hem nog niet eens bekeken. Toen was het nog een beetje donker. Nou, dat is ook echt maar een kleintje. Ja. Nou, die gaan we gewoon even onthaken net dan maar. Doei. Kijk dan, de voerboot drijft daar nog. Deze vis onthaken, nu die vis onthaken. Eens even kijken wat we hier hebben. Ja, mooie vis ook maar. Nog ineens 10 kilo denk ik. Klein dikkertje. Dichtbij bekijken dan. Klein dikkertje, mooie schubbing wel. Zo, dankjewel, goedemorgen. Nou, die ga ik gelijk terug. Gelijk wakker. Met dikke tanden maar halen. Het toppunt van chaos is natuurlijk dat ik in het donker aan het klooien was en eventjes gelijk mijn tacklebox overhoop gooide. Gaan we zo weer opruimen, maar ik moet eventjes de juiste haak hebben. Hardcap 2 is ook maar een beetje groot. Curve Shank 4, die moeten we hebben. Ja, omdat ik dus in het huisje sliep, heb ik de obstakelhengels binnengehaald. En dan heb ik deze hengel gewoon op het wijd gegooid, wel in de buurt van het obstakel. Ja, en die blijft ook gewoon afgaan. Hetzelfde als die hengel ver weg bij het eiland. Dus ja, dan ga ik ook niet verder in een obstakels vissen. Dan flikker ik hem gewoon weer terug. Kijk maar, je ziet de schuimplakaten hier staan daar. En dan gaat hij netjes bij. Zo, ik heb even op zaken gesteld. Tekkenboxes opgeruimd. Eén hengel heb ik gewoon erin gegooid. Eén hengel op de plek waar ik nu al 2 aanbeten heb gehad. Deze gaat weer terug. Op de stek waar ik de andere 2 vissen had. En, ik heb zelfs mijn tackerbox opgeruimd. Nieuwe haak op de richt gedaan. En nu weer de laatste hengel uitvangen. En kijk of we nog wat kunnen vangen. Dan gaan we gauw die vissen op de foto zetten. En vullen. Want ik vind er maar niks in de sling met deze
hoge watertemperatuur. Nou, maar even snel de vissen laten zien die in de sling zaten. Ik kwam er even geen foto. Ik wilde eigenlijk wachten tot mijn vrouw wakker was. Maar het water is warm, ik vind het maar niks. Deze had ik in de sling gegooid. Het is een heel kleintje, maar... Eens kijken op de schubbing, joh. Ja, rustig maar. Je mag zo weer zwemmen. Je mag zo weer zwemmen. Rustig maar. In de tussentijd ging er nog een hengel af. Op de GoPro zag je mij een beetje klooien, want mijn voet zat vast onder de boot. Als je dus met je teen onder de boot gaat staan en je gaat vervolgens erop staan op die boot. Auw. Maar goed. Hier een mooi volschuppie. Zo. Ik weet niet of je het goed ziet. Dan maar even snel zo. In het mooie zonnetje. Wees getrouwd terug. Ik heb er nog een groter in zitten. Die ga ik nu even pakken. Nou, deze vis had ik dus even voor zessen. Samen met het kleintje. Rustig maar. Super wilde vis. 19 kilo. Hij is wel een keertje gevangen, zo te zien. Rustig, rustig, rustig. Ik ga deze vis gauw teruggooien. Want het water is erg warm. Ik wil hem dan niet lang in de sling laten zitten. Hij zit er nu misschien 1,5 uur in. Het is erg wild. Dat is niet zo gek, want hij wil gewoon terug. Dit is die vis van 19 kilo die zo graag terug wil. Hè? Ga maar dan. Rustig maar, ga maar. Daar gaat hij. Oh, je wilt toch nog even hier blijven? Ja, dan leg een stuk hout. Oké. Doei. Sorry. Zo, lekker chaos ochtendje. Vanaf half 6 denk ik ben ik al in de weer. Ik weet niet zoveel vis ik heb gevangen, maar er zit nog eentje in het net. Net gooide ik de 19 kilo vis terug die er helemaal geen zin in had. Dat is ook logisch met deze temperaturen. Deze vis gaat ook terug. Ik weet niet hoe zwaar die is. Het is wel een mooie vis. Dat is ook wel een grote vis. Mooie spiegel ook. Gaat ook gelijk terug. Ik heb mijn engels even ingehaald. Want Niels en Erik hebben een 29 kilo spiegel. Dus die gaan we even op film zetten. Ik weet niet of ik daarna nog verder ga vissen, want ik ben er al aardig zat. En we gaan vandaag opruimen. De jongens zijn al aan het opruimen. Zo de vissers even laten zien, want het is echt een bakje, joh. Jezus Christus. Lekker in de sling gezeten, lekker druk. De laatste ochtend. 29 kilo. Vandaag lekker inpakken. En mooi afsluiten van een leuke week. Doedoedoep. Ah, toch nog even kijken of we een bonusvisje kunnen vangen. Het voer moest toch op.
Ik denk dat ik nog zo'n 6 kilo voer in de emmer had zitten. Ik denk, nou, dat kan ik makkelijk verspreiden met de voerboot over 4 hengels. En mijn schoonvader en schoonmoeder zijn broodjes halen bij de bakker. Vrouw en kind zijn net wakker. Het huisje, andere huisje waar ik vannacht geslapen heb, wordt nu schoongemaakt. Ik denk, ja, het is 8 uur 's ochtends. Kunnen we beter nog wel eventjes die hengels uitgooien natuurlijk. Hier staat er vast een en ander te drogen. Hier is de chaos van vanmorgen. Ik ga nog even lekker zitten. Hengeltjes liggen uit. Alles wat ik nu vang is een bonusvis. Zo, we naderen het einde van de trip. De laatste keer de hengels uitgevaren. Vandaag gaan we opruimen. Einde van de dag, als het afgekoeld is, gaan we naar huis rijden. We zouden eigenlijk morgenochtend naar huis gaan, maar morgen wordt het echt 39 graden. Dan wil je niet in de auto zitten, ook al heb je airco. We gaan lekker vanavond rijden in het donker, koelt het lekker af. Dan hebben we morgen nog wat in onze dag. Ik heb genoeg gevangen, ik heb echt een topweek gehad. En terwijl ik hier zat, postte ik op mijn socials al wat foto's en wat dronebeelden van waar ik zat te vissen. En dan kreeg ik al heel veel vragen, waar is dit en wanneer kan je het boeken bij de Carp Specialist? Het is namelijk een heel nieuw domein. Het zijn 5 meren. Eén meer waar ik het begin van deze video zat, zit wat meer kleinere vis en heel veel vis. Maar ook op elk water zit grotere vissen, dus boven de 23 kilogram. Op dit meer zijn de vissen wat anders beschut, zitten ook grote vis. Op het meer waar Nico nu zit, zit ook een 30 kilo vis. Op het meer waar die andere gasten zitten, Erik en Niels, daar zitten ook heel veel grote vissen. Nou, die hebben er ook meerdere gevangen. En hoe gaat dit domein heten? Dit domein gaat Paris Carp Fishing heten. Omdat het dus heel dicht bij Parijs ligt. En dat maakt het super interessant, want ja, het is in principe maar een paar uurtjes rijden. Het domein gaat volgend jaar pas open. Zoals je kan zien aan de beelden is het nog in aanbouw. De wateren zijn er wel al wat ouder, maar hier en daar wat groter gemaakt. Of een stukje erbij gebouwd, of een stukje weggegraven. En dat zie je er ook wel aan af. Maar dit wordt echt zo'n vet domein, dat weet ik wel zeker. Ja, op meerdere meren staan ook chalets die je dus kan huren. Ja, je hebt de beelden gezien van de chalets, het is natuurlijk super deluxe. Is het makkelijk of moeilijk? Ja, het is niet moeilijk om een aanbeet te krijgen, want het is natuurlijk relatief nieuw. Er wordt wel al wat gevist en er zit ook een wat ouder bestand op. Maar het is niet makkelijk. Waarom? Omdat er eigenlijk overal wel obstakels aanwezig zijn. Dus als je denkt, ik zet de hengels neer en ik ga lekker in het chalet met de familie lekker eten, terwijl je tegen de takken aan zit te vissen, dat gaat er natuurlijk niet worden. Dat is ook niet verantwoord. En wat ik dan gedaan heb, is de hengels gewoon in het midden neerleggen en de slip wat dichter. Maar als ik zat op stakelvissen, zat ik ook gewoon echt met mijn kaakjes op mijn molens, want het is anders is het natuurlijk niet verantwoord. Het water is gemiddeld 3 tot 4 meter diep, alle putten eigenlijk. Hier en daar wat eilandjes. Het eerste meer waar ik zat is redelijk vierkant met een klein eilandje. Het is gewoon een super gaaf domein. Je hoort eigenlijk geen omgevingsgeluiden behalve een paar honden die ik elke keer hoorde plaffen. Dus je hebt echt het gevoel dat je in een oase van rust zit. Mooie natuurlijke omgeving. IJsvogels in overvloeden. Uilen gehoord 's nachts. Geen last van andere mensen. Geen pottenkijkers. Maar dit is gewoon ideaal. En voor mij, met mijn gezin en met mijn schoonouders, is het natuurlijk fantastisch dat je gewoon lekker in een huisje kan zitten. Dat ik mijn ding kan doen. En dat we een prachtig mooi stuk water en land voor jezelf hebben. We hebben er ook gezwommen. Het is natuurlijk niet echt zwemwater. De meeste water mag je ook niet zwemmen. Hun zeiden, joh, ga lekker je gang. Dat begrijp ik ook wel. Het is 35 graden, maar het is natuurlijk niet mooi, lekker kraakhelder water. Het blijft gewoon een viswater. Er lagen een paar subborden, daar hebben we ons super mee vermaakt. Gewoon lekker een beetje varen op het water overdag als de hengels niet in liggen. Ik heb dus ook echt niet 24/7 gevist. Eigenlijk alleen in de avonduurtjes. Af en toe mijn wekker gezet in de ochtenduurtjes, maar de avonduurtjes waren toch het beste. Afgelopen nacht is eigenlijk de eerste nacht geweest dat ik een nacht heb doorgevist. Toen heb ik wel de hengels weggehaald van de obstakels, ben ik op het wijd gaan liggen. En eigenlijk heb ik gewoon nog prima geslapen van 11:30 tot 17:30. En vanaf 17:30 was chaos. Ik had 7 vissen achter elkaar, zoals jullie hebben kunnen zien aan de beelden. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de film. Misschien komt er nog een bonusvisie langs. Ik ga alle zooi opruimen, in de auto en in de dakkoffer stoppen. Eerst alles een beetje schoonmaken en laten drogen. Nog even een dagje chillen. Misschien een beetje bijslapen voordat ik 6 uur mag sturen.
En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video en een beetje een impressie hebben gehad wat voor een domein dit gaat worden. Volgend jaar gaat het open. Jullie zullen vast nog te horen krijgen van de carp specialist wanneer de boekingen open gaan. Maar ik vond het echt prachtig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video, jongens. Ciao. Dag allemaal. Doei. Doei.